Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau vernommen. Ik ben persoonlijk gegaan omdat ik gewoon er niet kon van wegblijven. Ik werd daar naar gestuurd. Ik werd er naartoe gestuurd. Er was niemand die mij zegde dat ik moest gaan. Goedenavond. Mijn eer heist treue, mijn eer is trouw, was de wapenspreuk van de Waffen-SS waartoe 10.000 à 12.000 Vlamingen hebben behoord die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse militaire dienst traden. Laten we van meet af aan een duidelijk onderscheid maken tussen de enkele honderden Vlaamse vrijwilligers die rechtstreeks toetraden tot eenheden van de Waffen-SS, dit is de gewapende SS, en de duizenden Vlamingen die na de Duitse inval in de Sovjet-Unie van de 22 juni 1941 zich meldde voor het Vlaams Legioen, een aan de Waffen-SS ondergeschikte eenheid. De vrijwilligers voor de Waffen-SS zwoeren de eed van SS-soldaat en konden theoretisch op alle fronten, dus ook in het Westen, worden ingezet. De legioenssoldaten verbonden zich daarentegen onder ede uitsluitend voor de strijd tegen het bolsjevisme aan het Oostfront. Maar laten we terugkeren naar de zomer van 1940. Toen de Duitse legers dat 10 mei 1940 ons land binnenvielen, namen eenheden van de Waffen-SS aan de gevechten deel. Ze onderscheiden zich door de moed, maar ook door de roekeloosheid waarmee ze zich in de strijd wierpen. De Waffen-SS kreeg spoedig de reputatie van een elitekorps. Waffen-SS-soldaten waren steeds bereid om in de moeilijkste omstandigheden de strijd aan te gaan en daarbij gingen ze tot het uiterste en soms zelfs verder. Als ideologisch sterk gemotiveerde vrijwilligers waren de Waffen-SS'ers een klasse apart in het Duitse leger. Ze waren in de eerste plaats politieke soldaten. Ze vochten niet enkel voor Führer en Vaderland, maar beschouwden zich als de gewapende voorhoede van de Nationaal-Socialistische Revolutie. Nog voor de 18-daagse veldtocht ten einde was, verkreeg SS-leider Himmler van Hitler de toestemming tot oprichting van een Waffen-SS-standaard te Westland voor Vlaamse en Nederlandse vrijwilligers. Hierbij had hij een tweevoudig doel voor ogen. Ten eerste het opdrijven van de getalsterkte van de Waffen-SS. In Duitsland mocht immers wegens de tegenstand van de Weermacht slechts 2% van elke jaargang dienstplichtige tot de gewapende SS toetreden. Door te werven buiten de rijksgrenzen wist de SS deze beperking handig te omzeilen. Maar nog belangrijker voor Himmler was de bedoeling met de Vlaamse en Nederlandse Waffen-SS-vrijwilligers een politiek geschoolde en militair opgeleide voorhoede en kader te vormen voor de algemene, dus politieke SS in Vlaanderen en Nederland, die gelijktijdig in de zomer van 40 was opgericht en de aanhechting bij het Groot-Germaanse Rijk voorstond. Einde mei 1940 verschenen reeds de eerste werfaffiches die de Vlaamse en Nederlandse vrijwilligers opriepen om bij de SS-standaard de Westland dienst te nemen. 445 Vlaamse vrijwilligers boden zich in september 40 te Gent en te Antwerpen aan, maar slechts 45 onder hen werden geschikt bevonden om een opleiding bij de Waffen-SS te volgen.
De Duitse keuringsnormen in 40, ook nog in 41, waren toen nog bijzonder streng. Zeker wat de lichaamslengte betrof. Maar sommige Vlamingen weten altijd hun plan te trekken. Ik heb haar 2 maal moeten melden. Dus er werd verondersteld, en dat was een van de grootste eisen, dat men 1,70 meter groot was. Ik was maar 1,66 meter, maar ik denk, ach gat, ik ga het toch maar verzoeken. Dan ben ik de eerste maal naar de keuring geweest, dat was in Charlottenburg bij Berlijn. Daar stonden we met een paar honderd man, de meeste Duitsers. En het eerste dat we moesten doen, dat was onze schoenen uitdoen. Dan kwam daar een man ons meten. En ik was natuurlijk geen 1,70 meter. En ik mocht onmiddellijk mijn schoenen terug aandoen en terug naar huis gaan. En een week of 3 later ben ik dan terug naar de keuring gegaan. En dan had ik houten spieën gemaakt van 5 centimeter hoogte. En die had ik aangedaan tussen mijn kousen en mijn blote voeten. Zodat ik op de keuring kwam, schoenen uit, meten, was ik 1,70 meter. Mm-hmm. Je moet wel erg... Dat heb ik natuurlijk aan mijn auditeur niet verteld, hè. Nee, nee. Maar we zitten hier niet bij de auditeur, hè. Die Duitsers, hebben die dat niet gemerkt? Of wisten die dat wel, dat gaan truckeren waard, en lieten die u maar door? Die hebben dat niet gezien. En achteraf hebben wij er nog uren naakt rondgelopen, werden wij langs alle kanten bekeurd. Want het is zo, een soldaat, om doodgeschoten te worden, die moet 100% gezond zijn. Die mag niet scheel zien, die mag geen platvoeten hebben. Ja. Dat is in ieder leger zo. Je moet 100% gezond zijn om doodgeschoten te worden. Maar er moet dan toch wel bij u een zeer sterke drang geleefd hebben om bij die Waffen-SS te gaan. Wat trok u zo aan bij die Waffen-SS? Ja, de orde, de tucht. Maar in tegenstelling tot de overige zogeheten Germaanse landen vlotte het in Vlaanderen aanvankelijk niet met de werving voor de Waffen-SS. In de lente van 1941 kwam hierin echter verandering. Toen verkreeg Himmler de 4 april 1941 van de Führer ook nog de toelating tot oprichting van een Waffen-SS-regiment Nordwest voor Vlaamse en Nederlandse vrijwilligers. De oorlog met Rusland stond immers voor de deur en de SS had mankracht nodig. Himmler hoopte met soepeler keuringsnormen meer volk naar de Waffen-SS te lokken. Ditmaal boekte de SS meer resultaat. In april, mei en juni 1941 vertrokken in totaal een 450-tal Vlaamse vrijwilligers voor opleiding naar Duitsland. Die was bijzonder hard, die opleiding. Die was heel streng. In 1941 was die heel streng. Kunt je me daar eens een paar bewijzen van geven, hoe streng die was? Ja, bijvoorbeeld waren wij verplicht met volledige uitrusting uit een huis te springen van de tweede verdieping naar beneden. Van de tweede verdieping? Van de tweede verdieping, uit de venster van de tweede verdieping naar beneden. Ja, die drill, die natuurlijk, dat is ons niet zo goed bevallen, hè. Ik was soldaat geweest in het Belgisch leger. Dat was een zeer gemoedelijk onderonsje. Als je dat vergelijkt met de drill die wij dan bij de Waffen-SS ondergaan hebben, hè. Ja, we hebben dat opgevangen, hoor, ondanks alles, hè. Maar die verwijten die ze naar je kop sturen en zo, dat... Welke verwijten bijvoorbeeld? Ja, verwijten zijn dat niet. Dat zijn scheldwoorden, hè. Ja, maar dat zijn precies verwijten. Maar dat namen wij, ja, wij voelden dat aan als verwijten. Hè. Maar het waren ook verwijten, meneer. Ja, maar kijk, om een lelijk woord bijvoorbeeld, slapswans en wat weet hoe ik allemaal. Slapswans en zo. Hè, wat van die dat dingen in het Vlaams? Ja, dat kan ik niet vertalen. Maar ongeveer dan toch? Ja, wel een zwakke kerel of zo, hè. Laten we zeggen, ja. Zwakkeling. Hè. Zwakkeling, ja. Wat gebruikten ze nog allemaal? Oh, nog veel erger dan dat, hè? Niet mooie woorden. Of, nee, veel erger dan dat. Veel erger dan dat. U weet dat genoeg, hè?
Misschien is dat niet de plaats om dat allemaal, heel dat vocabularium uit te brengen, naar voren te brengen. Het was een sterk vocabularium. Een sterk Pruisisch, schijnbaar hangbaar vocabularium dat ze bij hun eigen mensen gebruikten. Hoe zeiden ze dat? Hier zat je aan hoe gekomen zo'n fris, bijvoorbeeld. Mm. Hier Zigeuner, zijn ze er nog bij. Zigeuner? Ja. De Duitsers en vooral de SS-mensen, die hebben zich als Übermenschen beschouwd. Dat is een feit. Die mensen hadden een meerderwaardigheidscomplex tegenover ons. Die mensen hadden zeer weinig benul van de motieven die ons tot die stap gebracht hadden. Het opleidend personeel, dat waren allemaal Duitsers. Dus onderofficieren, die waren daar niet op voorbereid. En ook niet voor opgeleid. Met als resultaat dat ze ons als indringers beschouwden en niet, ik zou zeggen meerdere malen, bijna dagelijks ons te horen gaven dat we alleen maar naar hen toegekomen waren omdat heel België hongerde en wij voor de boterham en het spek naar hen waren toegekomen. Kan u een paar voorbeelden geven van de zeer strenge tucht die bij de Waffen-SS voorzat? Jazeker. Onder andere op kameradendiefstal stond onverbiddelijk een terechtstelling. Als de kogel. De kogel. En zo'n geval hebben wij ze persoonlijk meegemaakt. Hè. En waarop stond dan nog de kogel? Vaandelvlucht. Wat de Duitsers vaandelvlucht, wat wij vaandelvlucht noemen. Die, hè. Ja. Ja, dat was onverbiddelijk de kogel. Was iedereen daar zo erg mee gesteld met zo'n manier van opleiden? Ja, er was niet te kiezen. Je had het zelf gewillen. Het was u niet opgelegd. Je had het vrijwillig aangenomen. Dus iedereen... De consequenties moesten zelf dragen. Maar iedereen werd dan tenslotte na die opleiding ook niet aanvaard, hè? Waarschijnlijk. Ik moet het zo zeggen, in 1941, dus na die opleiding, moest men een zeker proef, een zeker examen afleggen. En indien men daar niet in slaagde, dan was men verplicht van een tweede opleiding mee te maken. En ik heb een jongen gekend, een zoon van een Nederlandse officier, dus een officier in het Nederlands leger. En die was niet geslaagd in zijn proef, dus die moest die opleiding opnieuw terug van begin af aan ondergaan. En die heeft zelfmoord gepleegd door de loop van het geweer in zijn mond af te schieten. Oh ja. Die wilde niet tweemaal die beker tot het bittere einde ledigen. Het is bepaald een delicate opgave om in het bestek van dit programma uitvoerig te peilen naar de motieven van de Vlamingen die bij de Waffen-SS-regimenten in dienst traden. Peilen naar motieven is immers peilen naar de diepste beweegredenen van het menselijk handelen. En die geeft men niet graag bloot. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de getuigenissen van de betrokkenen meestal worden gekleurd door de gebeurtenissen achteraf en als dusdanig met de nodige kritische afstandelijkheid dienen benaderd. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn gewezen SS-mannen een tribune te verschaffen van waaruit ze een verdedigingssysteem kunnen verkondigen. Maar anderdeels kan niet aan hen worden voorbijgegaan. Ten slotte ging het om hun motieven. De deelname, dat was onvoorwaardelijk. Dat was, kijk, wij gaan het mee waarmaken. Wij gaan ons deel in die strijd doen. Niet waar? Wat er maar dus welke het strijd? Verschil... Welke strijd? Want er was toen nog geen strijd met Rusland. Nee, met Rusland niet, maar tegen een strijd om de overwinning van de nieuwe orde waar te maken. Dus ook die oorlog. Tegen Groot-Brittannië bijvoorbeeld? Eventueel, natuurlijk. Natuurlijk, je zult mij nooit horen zeggen dat ik niet de wapens zou opgenomen hebben indien men mij daar geplaatst had tegen bijvoorbeeld Groot-Brittannië of tegen Frankrijk of tegen Amerika. Je had evengoed de wapens opgenomen. Natuurlijk. Benevens de bereidheid tot onvoorwaardelijke inzet leefde bij een aantal Vlaamse Waffen-SS-vrijwilligers die als kinderen van veroordeelde activisten uit de Eerste Wereldoorlog
of als Vlaamse nationalisten in een hevige, anti-Belgische omgeving waren opgegroeid, een uitgesproken wrok tegen de Belgische staat. Een wrok die onder meer hierin tot uiting kwam dat sommigen, eens aangekomen in Duitsland ter opleiding, in groep hun Belgische identiteitskaarten in vlammen lieten opgaan. Ik geloof dat ik het zo mag zeggen. Dat die 500 in de eerste plaats uit een anti-Belgisch impuls zijn gegaan. Dat degenen die nadien gekomen zijn, eerder uit een anti-bolsjewistisch impuls zijn gegaan. Wanneer we spreken van een anti-Belgisch impuls, wat mijn persoon betreft, mag ik zeggen dat ik als kleine jongen in mijn familie thuis van mijn grootvader en mijn vader, mijn grootvader was dansist, was dus een christendemocraat. Mijn vader was lid van de Frontpartij. En ik heb als kleine bengel nooit iets anders gehoord in verband met België als België moest kapot en voor het Belgiekske nikske. Aangezien wij van België, wat ons stiefmoederlijk behandelde en zinnes was onvermijdelijk, zinnes was niet waar van dat nog vele jaren vol te houden, hè, hebben wij de gelegenheid weer gegrepen, juist zoals in 1418 het geval geweest is, om te collaboreren, om dus een nieuw activisme inderdaad op touw te zetten, in nog straffere termen dan in 1418. In tegenstelling tot hetgeen bij menige vrijwilliger van het latere Vlaams legioen het geval was, speelden Vlaams-nationalistische overwegingen slechts mede een rol bij een kleine minderheid van de Vlamingen die voor de inval in de Sovjet-Unie naar de Waffen-SS trokken. Er vertrokken immers ook vrijwilligers uit Nederland, Denemarken en Noorwegen, waar geen probleem zoals met de Vlamingen in België bestond. Speelde katholieke overtuiging en Vlaamse nationalistische overweging dus geen al te grote rol in dit geval, dan zullen andere bedenkingen dat des te meer doen. Een vrijes Duitses volk in einem sterken Duitsem Rijk. Talrijke Vlaamse vrijwilligers waren reeds voor de oorlog onder de indruk gekomen van hetgeen de eenzijdige nationaal-socialistische propaganda over een aantal verwezenlijkingen in het door Hitler geleide Duitsland als zoveel mirakels in het licht van de schijnwerpers had gezet, terwijl heel wat minder rooskleurige toestanden zorgvuldig werden verzwegen of verkeerd voorgesteld. Ja, wij waren natuurlijk zelf geen ideologen, niet waar, of geen politiek geschoolde mensen. En van daaruit dat wij misschien een beetje beaat, ik weet het niet, het is mogelijk, ons een beetje verkeken hebben op die nieuwe vorm van samenleving en van staatsbestuur. Ja. Waar de oplossingen gemakkelijker leken te komen dan bij ons. Ja, ipso facto, hè. Ja. Waar dus een dictatuur aan het bewind is, gaat het beter, niet beter daarom, maar gaat het gemakkelijker. Ja, hè? Ja. Hè? De plicht tot gehoorzaamheid is er. Hè? Aanblik van de zegevierende Duitse troepen in de zomer van 40 had bij sommige jonge Vlamingen heel wat geestdrift gewekt. Als 17, 18-jarigen keken ze vol bewondering op naar die schijnbaar onoverwinnelijke Duitse soldaten die uitgerust met het modernste materieel en wapens in 18 dagen tijd met het Belgisch leger schoon schip hadden gemaakt. Die ook de Britten op de vlucht hadden gejaagd en het grote Frankrijk al evenzeer onder de voet hadden gelopen. Overwinnaars hebben altijd vele volgelingen aangetrokken. Ik had een geweldige, ontzag om dat uniform, om die orde, die tucht, het optreden van die SS.
Ik heb eerst de Duitsers hier in Antwerpen zien binnenmarseren. Dat was hier ordelijk en dat heeft mij nog meer indruk gegeven. Als ik dan naar Duitsland ben gaan werken en de toestanden daar gezien heb van de werkmens, ja, dan was ik helemaal overtuigd dat dat de goede richting was. Wij waren heilig van overtuigd in die tijd dat Duitsland de oorlog zou winnen. Het is natuurlijk zo dat zij ook onderhevig zijn geweest van een zeer actieve wervingspropaganda vanwege de bezettende overheid en degene die daarmee collaboreerde. Men heeft ons altijd voorgehouden, en ook die mensen, dat Vlaanderen alleen maar recht van medezeggenschap zou hebben na de oorlog, wanneer wij dit zouden bewijzen door volwaardige soldaten te zijn enzovoort. Vlaanderen moest erbij zijn bij de uitdeling van de koek. Dat in ieder geval, dat was onze bedoeling. Als de Duitsers de oorlog wonnen, dat de Vlamingen aan hun trekken zouden gekomen hebben. Wie heeft u dat van Duitse kant beloofd? Beloofd? Ah ja. Ja, wie heeft u dat ooit beloofd van Duitse kant? We hebben dat toch zo gehoord? Ja, maar van wie hebt u dat gehoord? Maar van ons leiders. Ah, van uw leiders. Ja? Maar mijn vraag was, van welke Duitser heeft u dat ooit gehoord? Ah, nee, dat hebben we niet gehoord. Ah, u gelooft dat omdat uw Vlaamse leiders dat zomaar zeggen? Ja, waarom niet? Zonder dat men nooit gehoord had dat de Duitse leiders u dat beloofden. Want zij moesten het u geven. Ja. Het is toch maar normaal dat u leiders gelooft. Dat is toch maar normaal. Of niet? Vindt u niet dat u goed gelovig is geweest, meneer? Heel zeker. En nu nog. Een aantal Vlamingen voelden zich vooral aangetrokken door het avontuurlijk aspect van een loopbaan bij de Waffen-SS. Dit wordt schoorvoetend toegegeven door de door ons geïnterviewde vrijwilligers, die er echter onmiddellijk aan toevoegen dat avonturiers in hun rangen een minderheid vormden. Ja, ik denk niet waar dat iedere revolutie aangezet is geworden door avonturiers. Hè. Ik ben altijd van mening, als men op 20-jarige leeftijd de wereld niet wil veranderen, dan heeft men niet geleefd. Sommige vrijwilligers droomden er ook van carrière te maken in die Duitse nieuwe orde. Ze waren van mening dat de snelste weg naar een voor hen goede positie in Vlaanderen via een militaire loopbaan bij de Waffen-SS liep. Na een opleidingsperiode en een eventuele korte frontinzet hoopten ze daartoe spoedig naar Vlaanderen te kunnen terugkeren om er die positie in te nemen. Waren er dan geen jongens of mannen bij die aan hun carrière dachten? Ik denk van wel. Carrièrezoekers? Waarschijnlijk wel. De vraag mag gesteld worden of de materiële voordelen geen aanzet waren om in Duitse militaire dienst te treden. De vrijwilliger zelf kon niet al te veel bloemen buiten zetten, want hij ontving slechts 1 mark en aan het front 2 mark per dag. Zijn gezinsleden of ouders, indien hij voor hen de steun was, waren er dan heel wat beter aan toe, want die kregen een ruime financiële uitkering die met het inkomen van een ateneumleraar kan vergeleken worden, plus nog andere materiële voordelen zoals gratis verzorging bij ziekte, dubbel rantsoen tegen officiële en dus lage prijzen en dies meer. Tot en met het voorjaar van 1941 was de werving in Vlaanderen voor de Waffen-SS in hoofdzaak een SS-aangelegenheid geweest. In april 1941 kwam hierin echter verandering. VNV-leider Staf de Klerk was immers na zijn geweigerd voorstel om te werven voor een luchtafweerbrigade tegen Engeland door SS-generaal Berger voor de keuze gesteld. Ofwel moest het VNV werven voor de Waffen-SS, ofwel verloor de partij de kans om als enige politieke beweging in Vlaanderen te worden erkend. De Klerk koos voor de Waffen-SS. In ruil voor de door Berger nooit nagekomen belofte om de algemene SS bij het VNV in te schakelen, diende het VNV voor het einde van de maand mei 1941 niet minder dan 3.500 man
voor de Waffen-SS te leveren. Staf de Klerk liet de 20 april 1941 in Volkenstaat een oproep verschijnen, waarin hij zijn volgelingen het bevel gaf voor de SS-standaarte Westland te werven. Voor zijn bevel van de 20 april 1941 gaf de Klerk volgende verklaring. Indien wij het recht willen hebben ons overwinnaars te noemen aan de zijde van Duitsland en de rechten van de overwinnaar te gepaste tijd willen opeisen, dan moeten wij ook de moed hebben hiervoor de tol te betalen, ook de tol van het bloed. En nota bene, toen was er zeker nog geen sprake van bestrijding van het communisme. Het ging dus uitsluitend om politiek kansspel. In de maanden mei en juni 1941 begon de VNV-propagandamachine op volle toeren te draaien. De drijvende kracht achter de werfcampagne voor de Waffen-SS was ongetwijfeld de commandant-generaal van de Dietse Militie Zwarte Brigade, Raymond Tollenaren. Over het hele Vlaamse land hield hij tientallen werfvergaderingen, tijdens welke hij onvermoeibaar zijn brigademannen aanspoorde om zich ten bate van Vlaanderen bij de Waffen-SS in te lijven. Heeft u een verklaring waarom de Klerk en Tollenaar reeds in april en mei 1941, dus maanden voor de inval in Rusland, voor de Waffen-SS zijn beginnen werven? Maar ik veronderstel niet waar dat dat een politieke opportuniteit is geweest. Dat zij ook de overtuiging hadden dat Duitsland een oorlog zou winnen en dat ze eventueel door een militaire samenwerking die zij zochten eventueel ook aan de tafel zouden kunnen gaan zitten om een van de koek te kunnen delen. Om zijn zwarte brigademannen te lokken deed Tollenaar allerhande merkwaardige, maar loze beloften zoals... Er wordt van niemand gevergd aan de krijgsoperaties deel te nemen. Men moet dus uitdrukkelijk de wil te kennen geven om mee te vechten alvorens men in de oorlog gebruikt wordt. Niet iedereen van de VNV-leiding was echter gelukkig met Staf de Klerk's besluit en Tollenaar's ijver om voor de Waffen-SS te werven. Zeker was niet iedereen daarmee akkoord. Maar Tollenaar heeft zich doorgezet en zijn enige bedoeling was daardoor zijn beweging, dus het VNV, als enige nationaal-socialistische partij te doen erkennen. Stelde de Klerk en Tollenaar het tenminste naar buiten uit dienstneming bij de Waffen-SS voor als ten bate van Vlaanderen, dan blijkt daarentegen overduidelijk uit een brief die de Klerk de 4 juni 1941 aan het hoofd van het SS-hauptambt Berger stuurde, dat de Klerk inderdaad met de werving voor de Waffen-SS in de eerste plaats de inschakeling van de algemene SS in het VNV van de Duitsers wilde afkopen. Benevens de leden van de Dietse Militie Zwarte Brigade van Raymond Tollenaren meldde zich in de lente van 1941 ook een belangrijk aantal dinazo-militanten voor de Waffen-SS, niettegenstaande het verbod van hun leider, Jeff François, die zijn dinazo's niet uit handen wilde laten gaan ten einde in de eenheidsbeweging zijn macht te blijven behouden. Pas daags na de Duitse inval in de Sovjet-Unie van de 22 juni 1941 liet François zijn manschappen vertrekken met het ordewoord: wij gaan. Met de Duitse inval in de Sovjet-Unie beoogde Hitler de bakermat van het bolsjevisme te vernietigen en nieuwe wingewesten te veroveren voor de volgens hem zo noodzakelijke uitbreiding van het Duitse levensruim naar het oosten. De Duitse inval in de Sovjet-Unie was in de eerste plaats een economische oorlog en tevens de strijd tussen twee ideologisch tegengestelde systemen met dezelfde totalitaire aspiraties, een strijd op leven en dood waarin miljoenen soldaten en burgers het leven lieten en waarbij na afloop ervan het uitzicht van het Europese continent onherroepelijk was gewijzigd. Voor het VNV was de Duitse inval in de Sovjet-Unie geen onwelkome verrassing. In de zomer van 1941 heerste in de VNV-rangen immers in gevolge de voortdurende strijd met de Algemene SS Vlaanderen verwarring en ontmoediging. Met een nieuwe gemeenschappelijke vijand aan de horizon zouden de VNV-rangen zich sluiten en de blik van de interne problemen afwenden. Zo het VNV kon bewijzen dat het in staat was om massaal voor de strijd tegen het bolsjevisme te werven,
wat het tot nog toe niet had bewezen, kon deze politieke beweging haar positie versterken en mogelijk de inschakeling van de algemene SS bekomen. Een anti-bolsjevistische kruistocht was dus welkom bij het VNV. De 22 juni 1941, dus de dag zelf van de Duitse inval in de Sovjet-Unie, verscheen VNV-leider Staf de Klerk volkomen onverwacht op een VNV-vergadering in het Koninklijk Circus te Brussel. Zonder dat hij het nodig had geoordeeld, vooraf de VNV-leiding te raadplegen, riep de Klerk de toehoorders op vertrouwen in de Führer te hebben en deel te nemen aan de strijd voor de nieuwe ordening van het Germaanse Rijk. En zo riep de Klerk daar... Vlaanderen, het Germaanse Vlaanderen kan zich hierin niet onbetuigd laten. Meer dan ooit is het geboden in het licht van onze Germaanse lotsverbondenheid, in Germaanse trouw en met alle middelen waarover wij beschikken, de zegepraal der Duitse wapenen te bevorderen. Aan de Duitse overwinning zijn alle lokale belangen voorlopig ondergeschikt. Onbedaarlijk stormend applaus beantwoordde deze verklaring. Zo noteerde de verslaggever van het VNV-dagblad Volk en Staat. Nadien deed de Klerk een oproep tot toetreding bij de Waffen-SS en vroeg de zaal een driedubbel hauzé voor Adolf Hitler uit te brengen. De Volk en Staat-verslaggever noteerde... Dit is een ogenblik van geweldige ontroering. De ganse zaal veert recht als één man. En op de krachtige wekroep Adolf Hitler driemaal door de leider herhaald, antwoordt de meer dan 3000-koppige vergadering eenstemmig en met ongekende geestdrift... Hauzé, hauzé, hauzé. Een Duitse waarnemer noteerde van zijn kant... Ja, man had de meinen kunnen, es sei eine deutsche Treuekundgebung gewesen. Het was alsof Duitsers hun trouw betuigden. Enkele dagen na de Duitse inval in Rusland, namelijk de 29 juni 1941, gaf Hitler toestemming tot oprichting van buitenlandse vrijwilligerslegioenen. De keuringsnormen waren minder streng dan bij de Waffen-SS. Er werden andere aanwervingsvoorwaarden opgesteld. En in de legioen-eedformule dienden de vrijwilligers enkel trouw te beloven aan Adolf Hitler als leider in de strijd tegen het bolsjevisme en niet als leider van het Groot-Germaanse Rijk. Weinige tijd na de Klerks oproep van de 22 juni 1941 in het Koninklijk Circus maakte Rex als eerste politieke beweging de oprichting van een Waals vrijwilligerslegioen bekend. Daarop besloot de Klerk een Vlaams legioen op te richten. Rex is ons voorgewist. Want wij wisten al dat Rex een legioen opstelde voordat we ervan verwittigd werden dat de eenheidsbeweging het ook deed. Maar u vermoedt niet dat de Vlamingen hun legioen hebben opgericht omdat Rex er een had opgericht? Nee, dat zou anders ook gebeurd zijn. Het VNV startte met een intensieve werfcampagne in het teken van bolsjevisme of nationaalsocialisme. In de VNV-krant Volk en Staat van de 6 juli 1941 stelde Raymond Tollenaren dat, nu de Klerk Hitler als de leider aller Germanen had erkend, de Vlaamse soldaten van de Führer paraat stonden om, en wij citeren... Samen met de Duitse kameraden het verjoodste, kapitalistische, democratische, bloedonzuivere Europa te reinigen in de harde slagen van het zwaard. Sanderendaags riep de Klerk alle weerbare mannen van 17 tot 40 jaar zonder onderscheid van partij of gezindheid op om in het vrijwilligerskorps dienst te nemen. Vlaanderen wil meehelpen om Europa te redden van de pest van het bolsjevisme. Ook ons bestaan als volk staat op het spel. Vanzelfsprekend kon de algemene SS Vlaanderen hierop niet ten achter blijven. 3 dagen na Staf de Klerk verscheen een oproep van ingenieur Jeff de Lange, plaatsvervangend leider sedert René Lagroux, de 10 mei 1941 naar de Waffen-SS was vertrokken. Zo schreef de Lange. Op, Vlaamse mannen! Grijpt het geweer en staat uw man. Treed in dichte rangen toe tot uw legioen, dat het symbool moet worden van uw eer en recht. Tijdens een hele race van volksvergaderingen voerde vooraanstaande VNV'ers het woord.
Jan Timmermans, Raymond Tollenaar, Edgar Lehambre, Staf van Nuffel, Philippe de Pillessijn, Staf de Klerk, Frans Daals, Odile Daan. Dr. Edgar Lehambre en professor Frans Daals spraken de 19 juli 1941 in de Folie Bergerezaal te Brussel. Edgar Lehambre stelde toen... Duitsland zal waardering hebben voor een Germaans volk dat zijn man staat. Daarom, kameraden, te wapen. Kameraden, ik zeg u nogmaals, te wapen. Kameraden, gij staat voor de keuze. Bolshevisme of nationaal-socialisme. Gij zult allen in geweten uitmaken of gij u niet dient te geven voor het Vlaams legioen. Het gaat om de redding van Europa, om de eer van ons volk. De dag daarna, de 20 juli 1941, verscheen in Volk en Staat de mededeling dat Raymond Tollenaar, Jeff-François, Joris van Steenland en Paul Suys zich melden voor het legioen. Tevens kregen alle leden van de Dietse militie Zwarte Brigade de onderrichting zich voor het legioen beschikbaar te houden. De staf van de Zwarte Brigade zou dan de vertrekkende eenheden aanwijzen. Nog altijd dezelfde dag, de 20 juli 1941, deed Staf de Klerk in Volk en Staat nog een oproep tot de Vlaamse officieren van het gedemobiliseerd Belgisch leger om zich voor het legioen te melden. De Klerk noemde hun toetreding de schoonste daad die ze voor Vlaanderen konden stellen. Doch slechts enkele Vlaamse officieren melden zich voor de eerste lichting van het legioen. Het grote nieuws was echter dat professor Frans Daals, en wij citeren nu de mededeling van de Raad van Leiding van het VNV in Volk en Staat, het levend geweten van Vlaanderen en het zinnebeeld van de Vlaamse trouw zich had aangemeld om de opperleiding en de organisatie van het veldhospitaal van het Vlaams legioen op zich te nemen. Maar Frans Daals, de grote naam, zou toch vertrekken? Op papier. Hoezo op papier? Ik wist van Raymond Tollenaar dat hij nooit zou vertrekken. Dat hij nooit ging vertrekken. Van al die foto's die daarop verschenen zijn, wisten wij voordat we vertrokken. En tijdens de werving wisten wij dat er van heel die serie maar drie ging gegaan. Namelijk Raymond Tollenaar, Paul Suys en ik. Volgens publicist Arthur de Bruyne zou Frans Daals schriftelijk hebben geprotesteerd bij de redactie van Volk en Staat in verband met het bericht van zijn melding. Daals zou, en wij citeren nu de Bruyne, enkel de bedoeling hebben gehad zich bezig te houden met het sociaal-geneeskundig aspect van het legioen en dan nog enkel vanuit Vlaanderen. Frans Daals zelf heeft in een naoorlogsverweerschrift aangevoerd dat zijn naam door Volk en Staat misbruikt is geworden. Kan ik moeilijk aannemen. Daals zat zelf in de leiding van het VNV. Dus hij moet wel op voorhand geweten hebben dat zijn foto in het blad ging staan. En u bedoelt dat hij in de Raad van Leiding zijn toestemming heeft gegeven, wetende dat hij toch niet zou vertrekken? Dat hij niet zou vertrekken. Is de reden niet van zijn niet vertrekken dat hij geen paspoort naar Berlijn heeft gekregen? Als professor Daals zich inderdaad voor het legioen gemeld had, dan had hij geen paspoort nodig. Een legioensoldaat, een soldaat überhaupt, die gaat met een marsbevel, maar die heeft geen papieren nodig, geen andere papieren nodig dan dat marsbevel. Ja, maar waarom is Frans Daals dan niet vertrokken? Waarom hij niet vertrokken is, om dezelfde reden waarom de anderen niet vertrokken zijn die in Volk en Staat hebben gestaan. Van Steenland is niet vertrokken, Delvaux is niet vertrokken, Bert Meurs is niet vertrokken, zijn er nog anderen? En u bedoelt dat u dat vooraf wist dat die niet gingen die vertrekken? Die wisten dat vooraf, die wisten zeer goed dat zij niet gingen vertrekken. En nogthans stond het op de eerste bladzijde van Volk en Staat. Ja, dat kunt je bijvoorbeeld een misbruik noemen. Hm. En misschien een bedrog. Maar laten we niet... Voor de werving. De 6e augustus 1941 vertrok het eerste contingent van het Vlaams legioen, bestaande uit 405 Vlaamse vrijwilligers, nota bene, duidelijk minder dan verwacht, vanuit Brussel naar de Duitse opleidingskampen in Polen. Het Waalse legioen had bijna 860 man op de been gebracht, dus meer dan het dubbele van het Vlaams legioen. Volgens de Klerk namen de nationaal-socialisten uit Vlaanderen het alleen op voor gans Vlaanderen en zij alleen in naam van het Vlaamse volk stond de borg voor de waarde der christelijke beschaving die volgens de Klerk althans de Vlamingen zo dierbaar waren. In dit verband haalde de Klerk uit naar de katholieke geestelijkheid.
Indien zij, die vroeger de banbliksems uitjoegen tegen het bolsjevisme, weigeren te bidden voor u en voor de neerhaling van Stalins macht, denk dat in Vlaanderen duizenden moederkens het in hun plaats zullen doen. Belangrijker waren echter de beloften die de Klerk aan de Vlaamse vrijwilligers deed. Namelijk, de vrijwilligers zouden worden opgeleid door Vlamingen die reeds bij de Waffen-SS in dienst waren. Er zou een Vlaamse almoezenier komen. Drie Vlaamse artsen, namelijk de dokters Soene, Klaas en Van der Linden, zouden voor de geneeskundige zorgen instaan. Over Frans Daals zei de Klerk enkel dat deze voor de inschakeling van Vlaamse verpleegsters zou zorgen en de mogelijkheid van een Vlaams veldhospitaal zou nagaan. Geen woord meer over het voordien aangekondigd vertrek van Daals. Ten slotte wees de Klerk de vrijwilligers erop dat zijn eed van trouw zouden afleggen op Adolf Hitler als vuur in de strijd tegen het bolsjevisme en dat deze eed zou gepaard gaan met een eed van trouw aan Vlaanderen. Na zijn toespraak overhandigde de Klerk de levenvlag aan de vertrekkende. Vervolgens marcheerden de vrijwilligers zingend met de levenvlag voorop door de Brusselse straten naar het Noordstation waar ze van familie en kennissen afscheid namen. Zoals voor de Waffen-SS kan de vraag worden gesteld wie deze vrijwilligers waren die in augustus 1941 naar het Vlaams Legioen vertrokken. Eerst en vooral had je de gelovigen die in grote getallen het Vlaams Legioen hebben vervoegd. Tientallen gewezen kajotters enzovoort. Bijna alle leden van het Vlaams Legioen kwamen uit een of andere jeugdbeweging, uit een of andere militie. Allen waren zij op enkele uitzonderingen na politiek geëngageerd. Had jij jongens uit goede burgerskringen, intellectuelen, ouders, niet wel. Had je jongens van de KSA, arbeidersmiddels. De KJ. En de KJ enzovoort. U zelf was ook? Ik was ook in de KSA, als student, niet wel. Overwegend intellectueel, studenten, enkele boerenzonen ook, maar meestal studenten, jongens die op de colleges gezeten hadden, die dus onder de invloed gekomen waren van die vooroorlogse anti-bolsjevistische propaganda, onderwijzers. Onderwijzers tamelijk veel. Het is opvallend, vele onderwijzers die erbij waren. Bij de motieven van de vrijwilligers van het Vlaams Legioen zijn er vanzelfsprekend een aantal die ook voor de vroegere Vlaamse vrijwilligers bij de Waffen-SS golden die zich nog voor de Duitse inval in de Sovjet-Unie hadden gemeld. Denken we maar aan hun bewondering voor het schijnbaar onoverwinnelijk Duits leger en voor de hierin aan de dag gelegde orde en tucht. De bewondering voor de verwezenlijking van het nationaalsocialisme in Duitsland en vooral voor de uitschakeling van miljoenen werklozen. Gepaardgaande met hun afkeer voor het vooroorlogs Belgisch politiek systeem. Idealisme is er bij een aantal Vlaamse legioenssoldaten ongetwijfeld geweest. Maar dat sluit niet uit dat anderen om den brode, uit ambitie, uit zin voor avontuur zijn vertrokken of nog om zich aan familiale of andere moeilijkheden te onttrekken. De meeste jongens die hadden wel, die gingen uit idealisme, maar in hun achterhoofd was er toch een andere beweegreden die hen aanzette om te gaan. Want bijvoorbeeld ruzie met een moeder of een liefdadig opgezegd had. Of gebuisd in school. Of na het school, of het werk niet aanstaan. Dat waren allemaal reden, bijkomende reden om te gaan. Bedoelt u dat er zo iedereen zo wat zijn eigen redenen had? Ja. In zaken ideële motieven dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Vlaamse vrijwilligers voor de Waffen-SS en die voor het Vlaams Legioen. Bij de vrijwilligers voor het Vlaams Legioen kan men inderdaad twee motieven onderscheiden die bij Vlaamse Waffen-SS'ers ontbreken. Het Vlaams nationalisme was er één van. Daarbij speelde het de Vlamingen in het verleden aangedaan onrecht een beduidende rol. De Vlaamse nationalisten, dat waren de hoofd. Dat was het hoofddeel ervan. Jongens die dus gingen als nationaal-socialist, als Vlaams nationaal-socialist, die gingen voor te strijden voor Vlaanderen, voor Oud-Rijn-Eert.
gelijk vroeger sprake van was. Dat zijn jongens die in een fel, emotionele, anti-Belgische atmosfeer zijn groot geworden. Zij hebben via hun vaders of grootvaders het onrecht ervaren dat de Belgische staat aan de Vlaamse soldaten, aan de IJzer, heeft aangedaan. We hebben persoonlijk ervaren hoe jacht werd gemaakt, ook op de Vlaamse nationalisten. Hoe het onveilig was flamagant te zijn in die periode. Hoe mensen zoals Tollenaar, Van Zever, Borms, Lagroen, noem maar op, hoe die allemaal opgepikt zijn door de veiligheid van de staat, overgeleverd aan de Franse soldateska, weggevoerd naar Frankrijk, daar mishandeld, bespot, gedeeltelijk neergeschoten. Ik herinner u aan Joris van Zeveren en zijn medewerkers die daar in Abbeville zijn neergeschoten. Het is nogal duidelijk dat dit op de jeugd van toen, op ons jonge mensen, een desastreuze invloed heeft gehad. Ik denk dat er nog een belangrijk motief is dat wij niet mogen vergeten, namelijk een propagandistisch motief. U weet dat de Duitsers alle Vlaamse krijgsgevangenen hebben vrijgelaten uit krijgsgevangenschap. Ik geloof zeer objectief dat dat enig is in de militaire geschiedenis, dat voordien dat nooit is gebeurd. Men kan nu achteraf gerust zeggen dat is een propagandistisch motief geweest bij de Duitsers, maar hoe dan ook, het is gebeurd. Alle gemobiliseerde Vlamingen zijn vrijgelaten. En dat heeft inderdaad zeer veel goedwil gekweekt in Vlaanderen ten overstaan van de bezettende overheid. Iets lijkt me toch onbegrijpelijk, tenminste voor mij, heren. Dat is dat men uit Vlaamsvoelendheid naar Duitsland gaan strijden of Russen gaan doden. Wat heeft dat met de Vlaamsvoelendheid of met Vlaams nationale overwegingen te maken? Wij dachten, geloofden, dat als wij ons aan de kant gingen zetten, als wij niks deden, als wij danderende kastanjes uit het vuur voor ons gingen laten halen, dat wij dan ook later geen aanspraak konden maken op ergens enige rechten, dat wij eenvoudig niet zou meetellen. En als wij ergens achteraf nog medezeggenschap wou hebben, als wij voor Vlaanderen iets wilden doen, als wij in de zaak van Vlaanderen geloofden, dachten wij, moesten wij meemarcheren. Men kan zich afvragen of er geen flagrante tegenspraak bestaat tussen de Vlaams-nationale motieven waarmee de gewezen Oostfronters hun gewapende collaboratie rechtvaardigen en het fundamenteel pacifisme en antimilitarisme waarop het vooroorlogs Vlaams-nationalisme zich beriep. Stond en staat op de IJzertoren te Diksmuiden niet te lezen: nooit meer oorlog. Het tweede motief, waardoor de Vlaamse legioensoldaten zich van de Vlaamse waffen en zessers onderscheiden, was het anti-bolsjewisme. Vanzelfsprekend konden de Vlaamse vrijwilligers van de waffen en zes, die zich ten tijde van het Duits-Russisch niet-aanvalspact melden, geen beroep op anticommunistische motieven doen. De meeste vrijwilligers die zich na de Duitse inval in de Sovjet-Unie voor het Vlaams legioen melden, laten daarentegen uitschijnen dat voor hen het anti-bolsjewisme het hoofdmotief vormde om naar het oostfront te trekken. Zij beroepen zich op hun katholieke geloofsovertuiging en opvoeding om dit engagement te rechtvaardigen en verwijzen daarbij naar de anticommunistische campagnes die voor de oorlog in de kerkelijke kringen werden gevoerd. Meneer Wilfried Pieck, u is als Oostfronter in 1945 bij verstek ter dood veroordeeld geworden. Hoe oud was u toen? 17 jaar, meneer De Wilde. 17 jaar? Maar hoe oud was u dan toen u zich voor het Oostfront heeft gemeld? 16 jaar, meneer De Wilde. Ik was nog zeer jong. Ik wist nog niet wel dat een meisje was. Maar ik wilde erbij zijn. Maar men moest 18 jaar zijn om naar het Oostfront te mogen vertrekken. Inderdaad. Hoe hebt u dat geflikt? Wel, meneer De Wilde, ik heb mijn identiteitskaart vervalst in samenspraak met de wervingsdiensten. De Duitse? De Duitse wervingsdienst van de Waffen-SS. Die hebben het spel meegespeeld. Maar waren uw ouders ermee akkoord dat u als nauwelijks 16-jarige naar het Oostfront vertrok? Natuurlijk niet. Ze waren er tegen? Tuurlijk. Ja, maar bedoelt je dan dat gij vertrokken bent zonder dat uw ouders dat wisten? Ja, ik ben vertrokken. Ik heb een brief achtergelaten.
Ik wilde absoluut die beslissing meemaken. De overwinning op het communisme. Ik wilde daarbij zijn. Ik was bezeten. Ik moest erbij zijn. Ik heb gehandeld zonder dat mijn ouders erbij waren. Zonder dat ze iets vanaf wisten. En het is me gelukt ook. Wilde u een soort missionaris zijn? Ja, zo mag je het wel noemen. U wilde offeren? Ik wilde offeren, absoluut. Had u misschien ooit tevoren ervan gedroomd missionaris te worden? Inderdaad, op het college. Maar, meneer Pik, missionarissen hebben niet de bedoeling mensen omver te gaan schieten. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat is een eigenaardig gevoel van missionaris dat u dan had, hè? Ik beschouwde dat deelnemen aan de Heilige Oorlog tegen het communisme. En dit keer was het met de wapens in de vuist. Maar van waar kwam die haat tegen de communisten? Ja, meneer De Wilde, ik kom uit een door en door Vlaams, katholiek, groot gezin. We waren maar 9 kinderen. Van mijn prille jeugd ben ik naar het college gegaan, dus naar het bisdommelijk college. Brugge? In Brugge, ja. Daar ben ik, zoals de meesten, onmiddellijk lid geworden van de KSA, de Katholieke Studentenactie, die gesticht was door Canet-Luc Dubois, die in zijn tijdschriften Hernieuwen en ook in zijn voordrachten altijd maar opriep de strijd aan te binden tegen het communisme. Dat was in de laatste jaren voor het uitbreken van de oorlog. Inderdaad, ja. Maar waarom die haat tegen de communisten? Wel, het communisme werd ons geleerd als een mensonterend organisme die het geloof, het christelijk geloof, wilde verdelgen, vernietigen. Ja. En die dreigde dus op West-Europa af te stormen. Bij ons waren er kajotters, er waren seminaristen. Seminaristen? Die naar het oostfront getrokken zijn? Die naar het oostfront getrokken zijn vanuit het klooster dus. Hè. Er waren zelfs bruine paters die naar het oostfront getrokken zijn. En wat hebben die daar na de oorlog gedaan? Na de oorlog, die werden vastgezet en die kregen een redelijke straf. Als ze buiten gekomen zijn die terug naar het klooster getrokken. Ja, ik ken een jonge Jan Boijkes die naast mij gevochten heeft in de sector Zuidermeer en die gevallen is. Die het laatste jaar, 11 jaar, seminaren nog moest doen. En zijn studie zich laten steken en bij ons is gekomen. Dès 1930, tant l'Église catholique universelle par la voix du pape, que l'Église catholique en Belgique, par la voix du cardinal et des évêques, ont dénoncé sévèrement à plusieurs reprises, en des termes très nets, le communisme athée. Cela est assez normal, je dirais même que c'est le contraire qui aurait été étonnant, dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'on avait affaire à une idéologie politique qui avouait le projet de détruire non seulement le catholicisme, mais le christianisme en général et toute religion. Et le point culminant de toutes ces condamnations d'avant-guerre, c'était l'encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937, condamnant le communisme qui était qualifié d'intrinsèquement pervers. Maar er mag niet uit het oog worden verloren dat de katholieke kerk voor de oorlog eveneens afstand van het nationaalsocialisme nam. Dit was een gevolg van onder meer de groeiende kerkvervolging in Duitsland, de rassen- en sterilisatiewetten, de groeiende staatsinmenging in de jeugdvorming. Het kwam tot de veroordeling van het nationaalsocialisme in de encycliek Mit brennender Sorge van de 14 maart 1937, waarin Paus Pius XI de totalitaire aanspraken van het Hitlerregime verwierp, ook al werd het bolsjevisme toentertijd met nog meer nadruk afgewezen. Ook in Vlaanderen gingen stemmen op tegen hetgeen het bruine bolsjevisme werd genoemd. De titel trouwens van een brochure van de latere hoogleraar Florent Peters, die het nationaalsocialisme voor katholieken volstrekt onaanvaardbaar achtte,
omdat het de vrijheid van de katholieke kerk bedreigde om zich autonoom in het maatschappelijk bestel te ontwikkelen. Maar de slagzin Rome of Moskou, waarmee geestelijke zoals paters Willem Arts, Constant van Gestel, Felix Morlion en kanunik Dubois zich tot de publieke opinie en de jeugd richtten, vond in het toen grotendeels katholiek Vlaanderen een nog dankbaarder voedingsbodem. In talloze voordrachten, publicaties en affichecampagnes werd in de eerste plaats het communisme als de doodsvijand van het katholiek geloof en de westerse beschaving afgeschilderd. Kijk, ik herinner me dat nog zo goed. Ik zie kanunik Dubois. Ik weet niet of u hem gekend hebt. We moeten van ongeveer dezelfde ouderdom zijn. Maar in West-Vlaanderen was dat de figuur van de KSA. Hij was ten andere ook proost, hoofdproost van de KSA. Ik heb als hernieuwerleider kanunik Dubois zeer persoonlijk gekend. Ik zie hem nog, en dat was in 1939 als ik me goed herinner, hem daar staan op de bühne, op het theater, in de zaal van het college van Poperingen te zwaaien. Op het podium te zwaaien met zijn stok. Rome of Moskou. En ik geloof dat ik dat nog ergens aangetekend heb, wat hij toen zegde, dat hij er niet aan twijfelde als eens de strijd om het communisme zou gebeuren, of tegen het communisme zou gebeuren, dat zijn KSA de eerste zou zijn om die strijd aan te binden. Ik heb dat hier nog staan. Ik herinner me dat nog. Hij zegde onder andere, beminde studenten, het is makkelijk met de mond of met de pen het communisme te bestrijden. In gemoede vraag ik u allen, wie onder jullie zal de moed kunnen opbrengen om het geweer op te nemen wanneer de strijd tegen het goddeloos bolsjevisme eindelijk menens wordt. Toen ging er een rilling door de zaal. Het was stil. En massaal, meneer De Wilde, werd toen O Kruise de Vlaming gezongen. O Kruise de Vlaming, waarin ook onze jongens naar vaders geweer grepen. Aan de spits van de anticommunistische actie in ons land stond de Dominicanenpater Andries Felix Morlion. Met zijn offensiefbrigades en de bladen De Waarheid en Offensief predikte hij een ware kruistocht tegen het communisme die bij heel wat Vlaamse katholieke jongeren diepe sporen naliet. Is u met mij akkoord dat u voor de oorlog minder agressief anti-nazi dan anticommunistisch was? En hoe verklaart u dan? Ik was agressief anticommunistisch omdat het plan van Stalin van in heel de wereld de godsdienst te vernietigen en het gezag over te nemen voor mij scheen mogelijk te zijn en moest besteden worden. Verscheidene collaborateurs, onder wie menige Oostfronter, hebben tegenover mij aangevoerd dat zij door de vooroorlogse anticommunistische campagnes van de katholieke kerk en in het bijzonder door pater van Gestel en door pater Arts gevoerde anticommunistische campagnes en gedane oproepen tijdens de oorlog het communisme aan het Oostfront zijn gaan bestrijden. Is u zich daarvan bewust? Over de katholieke kerk, pater van Gestel en pater Arts, kan ik niet antwoorden. Over mijzelf antwoord ik zeer klaar. Ik heb, zonder te overdrijven, een bijzonder charisma en een bijzondere geestdrift gewekt onder vele jongeren in Vlaanderen. Oostfronters hebben mij verklaard dat uw oproep in de dertiger jaren tot katholieke jongeren om het communisme te bestrijden hen sterk heeft beïnvloed. Ja. Daar bent u zich toch bewust van? Het heeft hen beïnvloed om geestdriftig te strijden, zodat God, Christus, niet verboden worden door de staat. U heeft daar... Zij hebben naïef gedacht dat om te vermijden dat de communisme van Rusland, van de Sovjet-Unie, zou Europa overnemen, met Hitler te overwinnen,
naïef besloten, het enige middel om hen te verdedigen, is van in het Oostfront met Hitler te vechten en de communisten te doden. Waarom? Ik ben daarmee nooit akkoord geweest. Waarom noemt u dat naïef? Omdat men met het schieten nooit de wereld verandert. Ik herhaal dat ieder verstandige mens zelf, als hij jong is, zou moeten begrijpen dat men met geweren God niet verdedigt. Meent u dat u ter zake in verband met de Oostfronters een zware verantwoordelijkheid op u heeft genomen voor de oorlog door die oproepen te doen? Nooit in enige wijze, in enig verband met wapens. Ik heb het nooit gezegd, nooit gedacht, nooit gewild. Het is een eigen beslissing. Mijn invloed was om te beheersen om Christus, om de christelijke levensbeschouwing in het leven om te zetten. Nooit om met wapens te strijden. Met de Duitse inval van mei 40 kwam een einde aan de anticommunistische campagnes van de katholieke kerk in ons land. Deze zag in dat het nationaalsocialisme op dat ogenblik een nog groter gevaar voor haar bestaan betekende dan het communisme. Van zowel het aartsbisdom als van de bisschoppen gingen richtlijnen uit waarbij én van het Duits bezettingsregime én van de collaboratiebewegingen afstand werd genomen en elke samenwerking werd verboden. Ce qui leur a d'ailleurs été reproché par tant par la presse collaborationniste que par les Allemands eux-mêmes. Il y a une lettre de juin 42 de von Falkenhausen au cardinal Van Roo, où il reproche le silence de l'Église de Belgique sur le fait de la croisade anti-bolchevique que mène l'Allemagne au front de l'Est. Et là, à cette lettre, le cardinal a répondu en disant que, étant donné la situation de l'Église en Allemagne, et sans rien retirer de ce qu'il avait dit avant la guerre contre le communisme, il estimait devoir craindre tout autant une victoire de l'Allemagne qu'une victoire de la Russie soviétique, et que... Par conséquent, les évêques belges n'avaient pas à prêcher quelque croisade que ce soit. Alors le cardinal écrivait même textuellement « Nous n'avons pas à dénoncer un danger lointain et problématique quand nous sentons tout près de nous des dangers très réels qui menacent à la fois notre patrie, l'Église catholique et le christianisme et qui ne proviennent pas du bolchevisme russe. » Par conséquent, il me paraît qu'il est tout à fait déplacé de couvrir les engagements au front de l'Est de l'autorité de l'Église, qui ne pouvait être engagée que par le pape et par les évêques. Je vous ai dit que le pape n'avait jamais prêché la croisade, les évêques belges non plus, et les évêques allemands non plus. Mais, monsieur Lantois, il est quand même indéniable qu'en Belgique, des ecclésiastiques ont parfois approuvé l'engagement de certains combattants au front de l'Est. Des ecclésiastiques ont parfois donné des conseils imprudents à certains engagés au front de l'Est. Il est certain que ces ecclésiastiques ne pouvaient engager l'Église comme telle, mais que par ailleurs, l'habit ecclésiastique conférait une certaine autorité à leurs propos. Et aux gens simples qui les consultaient, aux yeux des gens simples qui les consultaient, très souvent, pour ces gens, c'était les ecclésiastiques en question qui représentaient l'Église. En outre, l'Église n'a pas non plus, si elle n'a pas prêché la croisade contre le bolchevisme, elle n'a pas non plus condamné officiellement et publiquement les engagements au front de l'Est. Par conséquent, même si on peut discuter de l'opportunité d'une telle condamnation sous l'occupation, par conséquent, l'équité oblige à reconnaître que tout cela a pu créer des équivoques, favoriser des équivoques, et créer des drames individuels d'autant plus regrettables que les conseilleurs n'ont pas été les payeurs en 1945. Akkoord, meneer Carpentier, dat geestelijke katholieke leiders die oproepen hebben gedaan Rome of Moskou om te strijden tegen het communisme voor de oorlog, in 1939 zegt u. Maar tijdens de oorlog, bij de eerste lichtingen in 1941, dat is toch al 2 jaar later, dan hebben ze die oproepen toch niet gedaan of toch niet herhaald? Nee, meneer De Wilde, absoluut niet. Dat toen hebben ze het niet meer gedaan. Maar wij, jongeren, zijn consequent gebleven. Wij hebben die oproep gehoord, voor de oorlog misschien,
Wij hebben die oproep in onze oren gehouden. Wij hebben ons leven daarnaar gericht. Dat was een natuurlijkheid voor ons. Die levensvisie die we meegekregen hebben in onze studententijd is nablijven leven. En wij hebben gehandeld consequent. Sommige vrijwilligers, zoals de door ons ondervraagde Jan Carpentier, kregen nogthans verrassende antwoorden te horen toen ze hun melding aan hun geestelijke raadsman gingen mededelen. En nieuws dan, kan u nu Dubois gaan opzoeken? Ja, ik herinner me dat nog zeer goed, meneer De Wilde. En ik vond het mijn plicht, omdat ik hem zeer goed kende, als genieuwerleider van destijds, van hem dat te gaan melden, dus dat ik zou vertrekken naar het Oostfront. En toen ik binnenkwam in zijn bureau in de Leenstraat in de Roeselaren, op het hoofdkwartier van de KSA, zie ik hem daar nog zitten. En ik zeg tegen hem, kanunik, ik heb me gemeld voor het Oostfront. En tot mijn grote verbazing sprong hij op en zegde, Jan, proficiat. Proficiat? Hij zegde, Jan, proficiat. U bent ook verbaasd. Ja, natuurlijk. Ik werd ook bleek van aandoening. Omdat... Waarom? Omdat hij zo zegde, Jan, proficiat. Hey, kanunik Dubois. Ik ben verbaasd, meneer Carpentier, omdat kanunik Dubois door de Duitsers een tijdje in de gevangenis is gestopt geweest. Dat wist ik. Dat was ook mijn verbazing. En ik kon dat lezen op mijn gezicht. Mijn reactie kon hij lezen op mijn gezicht. En hij voegde, en ik kan me dat nog zeer goed herinneren, de woorden die hij toen zegde, en hij voegde daarbij, omdat hij misschien zag hoe ik verbaasd was. Jan, zei hij, als gij mij vandaag zwart op wit kunt bevestigen en bewijzen dat de Duitsers morgen de oorlog gewonnen hebben, wel, dan geef ik vandaag nog het bevel aan gans mijn KSA op te rukken naar het Oostfront en de Bolsjevisten te gaan bestrijden. Waarop ik gereageerd heb, nogal nuchter, en gezegd heb, met zulke lafaards, kanunik, zijn we niks. Ik heb de deur achter me toegeslagen. Waarom sprak u van lafaards? Wel, omdat dat louter opportunistisch was, wat die man daar zegde. Hij moest eerst de bevestiging hebben dat de Duitsers de oorlog zouden gewonnen hebben om dan het communisme te bestrijden. Waar hij 3 of 4 jaar terug op het theater in Poperingen, op de bühne in Poperingen te zwaaien stond met zijn stok en de jongens opriep en zeker was dat wij gingen gaan vechten tegen het bolsjevisme. Was dat logica? Het is wel te verstaan dat wij de verklaringen van Jan Carpentier volledig voor zijn rekening laten, omdat wij over geen mogelijkheid beschikken om deze verklaringen na te gaan. Maar anderdeels meenden wij u deze getuigenis niet te mogen onthouden. Als jong collegestudent zijn wij steeds wijsgemaakt geweest. Wees anticommunist. Achteraf van deuren naar kerkdeuren en kerkmuren hebben we dat affiche zien prijken. Wees anticommunist. Wij hebben ons gemeld voor het Oostfront tegen het communisme. We zijn gewoon in de rug geschoten geweest. Luistert naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden. We zijn misleid geweest op de eerste plaats door de geestelijkheid. En op de tweede plaats door onze eigen Vlaamse leiders, die op deze wijze dachten macht te kunnen veroveren hier, door ons naar het Oostfront te sturen. Dat is mijn vaste overtuiging. Het zou nogthans van verregaande vereenvoudiging getuigen om de inzet van Vlaamse katholieke jongeren aan het Oostfront enkel aan de oproepen van geestelijke leiders toe te schrijven. De anticommunistische campagnes van voor de oorlog hebben slechts een minderheid van de katholieke jongeren in Vlaanderen gemotiveerd om zich voor het Oostfront te engageren. Aan de basis van een melding lag meestal een complex van redenen, waarin zowel politieke, godsdienstige, sociaal-economische als familiale en psychologische motieven doorslaggevend konden zijn. Het katholiek anti-bolsjevistisch motief was als het ware slechts een vlag die een hele lading van andere motieven kon dekken. Men ontkomt soms niet aan de indruk
dat sommige gewezen Oostfronters de kerkelijke anticommunistische campagnes van voor de oorlog dankbaar hebben aangegrepen om hun eigen verantwoordelijkheid in het Oostfrontavontuur van zich af te schuiven of alleszins te minimaliseren. Nochtans wordt meer dan eens aangevoerd dat de meeste legioensoldaten zouden vertrokken zijn uit katholieke overtuiging ter bestrijding van het bolsjewisme. Dat klopt niet. Wat klopt dan wel? Zij zijn gegaan een deel omdat zij Vlaamse nationalisten waren. Die nazo's zijn gegaan omdat ze nationaal solidarist waren sinds jaren en sinds jaren in de strijd stonden tegen het communisme. Een deel, een derde, er zijn er, maar dat is de minderheid die gegaan zijn uit katholieke overtuiging. Waarom wordt dat, laten we zeggen, in de jongste jaren zo dikwijls aangevoerd dat men om katholieke overtuiging is geweest? Ja, denkelijk om het meer aanneembaar te maken bij de mensen van u. Er blijft nochtans de bittere vaststelling van vele Vlaamse katholieke jongeren die zich voor het Oostfront hadden gemeld en bij hun terugkeer voor gesloten priesterdeuren stonden. Tevens mochten ze het kerkgebouw niet betreden, nog de communietafel benaderen, zo zij de Waffen-SS-uniform droegen. Maar nog veel erger in hun ogen was de weigering van de geestelijkheid voor hun gesneuvelde kameraden zielemissen op te dragen, zo zij die in uniform wilden bijwonen. Ik heb een jongen die met mijn broer vertrokken was, van Oost-Rozenbeek, een houtkajotter, die ook gevallen is aan het Oostfront, werd in Vlaanderen door de familie een mis aangebracht in Oost-Rozenbeek. Die mis werd door de priester geweigerd. En we zijn verplicht geweest van naar de commandantuur te gaan om een Duitse priester te vinden die bereid zou verklaard geweest zijn om die mis op te dienen. De kerkelijke overheid in ons land had weliswaar niet verboden te bidden voor de ziel van om het even welke afgestorvenen privémissen op te dragen of openbare lijkdiensten toe te staan. Maar de geestelijkheid diende volgens de richtlijnen van kardinaal Van Rooy erediensten te weigeren, zo de kans bestond dat deze voor politieke of profane doeleinden zouden misbruikt worden of tot politieke betogingen zouden ontaarden. De kerk wilde in geen geval de indruk verwekken dat zij de collaboratiebewegingen goedkeurde of zelfs maar erkende. In de praktijk kwam dit erop neer dat lijkdiensten en zielemissen meestal werden geweigerd, zo zij zelfs maar werden bijgewoond door leden van collaboratiebewegingen in uniform. Al deze weigeringen van de kerk, alsmede haar houding en stilzwijgen na de oorlog tijdens de repressieperiode, heeft menige gewezen Oostfronter definitief afstand van de kerk doen nemen. En dat heeft uw geloof doen verliezen? Ja, geloof. Ik ben niet meer gelovig, maar destijds heb ik wel gezworen van nooit of nooit nog één voet in de kerk te komen. Of één voet in de kerk te zetten, waar ik tot hiertoe heb volgehouden.